Vandaag kunnen mensen kennis maken met Kansrijke Groningers. Er zijn schoolbesturen die nog niet betrokken zijn bij Kansrijke Groningers of nog weinig betrokken. Die kunnen kennis maken met alle projectonderdelen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen toekomstproof richting arbeidsmarkt gaan? Ik ben van werkgroep 3 en dat is de werkgroep voor talent, ambitie en loopbaan. Ons doel is om kinderen, ouders en leerkrachten in onze regio een hoger ambitieniveau te geven. Vanuit Kansrijke Groningers was de vraag en de opdracht om voor alle scholen in de aardbevingsregio een basisniveau van digitale geletterdheid ervoor te zorgen dat die er is. Het zijn 120 scholen en basically heeft die opdracht om dat nu te doen. Dus wij helpen die 120 scholen om met digitale geletterdheid aan de gang te gaan. VR zijn we mee gestart om dus ook bedrijven te laten zien waar leerlingen normaal niet binnen kunnen komen. Wij noemen het de Mimees en dan kunnen jongeren of kinderen dus eigenlijk ervaren hoe het is om binnen een bedrijf werkzaam te zijn. En zo krijgen leerlingen een goed beeld van het werk in deze regio en hoeveel kansen er liggen in deze regio. En Jong Ondernemen biedt programma's aan gericht op ondernemen. Om ondernemerschap en ondernemend gedrag te stimuleren. Leerlingen zouden het programma van Jong Ondernemen moeten volgen. Omdat het gewoon heel goed is voor hun eigen ontwikkeling. En inderdaad letterlijk voor hun kansen later. Maar je ziet dat ze zich gewoon ontwikkelen tijdens het traject. Je ziet het verschil tussen iemand die het traject niet doet en wel doet. Dat zegt denk ik genoeg.